bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Vandaag weer een nieuwe video en het is vandaag maandag. Ja. En het leuke is, ik ben ook vrij. Ja. Yeah. En voor de mensen denken, ik had geen werk. Waarom ben jij vrij? Ja, vandaag één dagje. Ja. Ja. Dus ik denk, dan neem een dagje op. Dan kunnen we gewoon even lekker wat leuke dingen doen thuis. Ja. En we moeten gelijk dan even dat allemaal doen. De ramen. En we hebben natuurlijk die stok van vrijdag. Dat hebben jullie gezien. Ja. Dus, wat is het verhaal? We gaan als eerst beginnen met de zonnepanelen, als ik het goed zeg. Ja. En dan gaan we gewoon steeds naar de ramen en dan gewoon steeds naar beneden. Ja, van boven naar beneden. Als het gaat lukken. Als het gaat lukken. Tenminste. Ben benieuwd. Ja, ik ook. Je kan het. Wat ga je precies doen? Oké, we gaan hier op het waterstuk gaan we dit aansluiten. Ja. Hier doe je het zeep in. Ja. En hier gaat gewoon het water doorheen. Ja. Je hebt hier nog allemaal verschillende functies om hoe je wil dat het water doorheen gaat of dat het zeep er doorheen komt. Oké, hoe staat hij nu? Deze zeep staat nu gewoon helemaal uit. Oké. Dus dan heb je gewoon de tuinslang. Ja. Die moeten we zo meteen, dit stuk. Ja. Moeten we zo meteen. Nee, dat kun je nu al gelijk doen dan, hè? Ja? Ja. Verbinden op dit stuk. Ja, die heeft ook uit de knoop. Die groene. Even kijken. Ja. Kijk. Die is ook gewoon uit de knoop. Alright. Die zet je hier op. Hier zit dus nog een vergrendeling op van het water. Die nu even niks doet, zo. Dan gaan we hierheen. Dan doen we de borstel erop zetten. Die eerst erop draait. En die groene slang zit dus helemaal door deze stang heen. Ja. Oké. Zo. En heb je hier heb je hem eruit. Ja. En daar klik je dan deze op. Nou, dat is het eigenlijk. En dan zit hij eigenlijk gewoon vast. Peanuts. Ja. Peanuts work. Topper. En dan kan je hier zien. Oh ja. En dan gaan wij deze doen. Wat is dat? De solar. Dat is voor de zonnepanelen. Ja. Maar eigenlijk moet je natuurlijk die all-round. Die all-round hebben. Ja, gaan we de all-round. Ja, we gaan de all-round. Oké. Wat is die andere? Die andere is window. Ja, daarom. Maar we gaan nu allebei doen. We doen natuurlijk nu even alles doen nu. Ja, ik weet niet wat we allemaal gaan doen. Eerst ga ik hem even opendraaien. Oké. Kan ik hem meenemen natuurlijk. Ik kan hem daar gewoon neerzetten. Kijk. Kijk, er zit allemaal water in. Ik kan het uitgooien toch? Hop. Tot ziens. Dag. Ik heb alleen geen idee hoe ze die verdeling precies doen. Ik ook niet, maar... Ik bedoel, wanneer doet die één op hoeveel? Ik zou het echt niet weten. Ja hoor, wordt toch groen, geel. Ja, maar komt het door die grijs dat het verkleurt of zo? Zo. Nou ja, zoiets ongeveer denk ik. Ja. Als ik de dopper op krijg. Oké, die zit vast. Ja. Nou, en dan moet deze open, denk ik, hè, zo meteen. Nee, dan die grijze dingetjes. Doen we op low? Ja, low. En deze gewoon... Op high? High. Ja. Hij doet hier nog niet. Nee, oké. Soms maar de waterrol je tegemoet. Nee, joh. Ja, joh. Nee, joh. Goed. Oké, dan hier. Maar je zei dat we van boven... Ja. Van naar beneden, hè? Dus we gaan van daar. We gaan even naar boven daar. Naar het balkon. Ja, en dan geef ik jou de stok aan. Ja, zoiets gaat het wel worden. Zo gaat het wel worden, toch? Ja. Ja, oké. Ik weet nog niet echt hoe dit goed gaat komen. Het maar... gaat goed komen. Gaan we naar boven. Ik ga naar boven. Ja. Ik zie jou zo. Ja. Kijk. Ja, top hoor. Hartstikke goed. Oké, doki. Doet hij het? Daar staat er. Zie je geen druk, toch? Ook niet. Ik ook niet. Ja, nu hebben we water. Oeh, zo. Oké. Ah. Nou, top, Ranje.
Oh joh. Mag ik al het eerste raam doen? Ja, je kan zo beginnen, ja. Je kan zo weer de ramen wassen, joh. Nou, doe maar niet hoor. Nee? Niet nodig. Spieren? Ja, nou, heel Toepers. Fijn. Niet nodig hoor. Nee? Oh, oké. Okay. Het raam wordt wel schoon zo. Ik vind het leuk om één keer te doen. Oké. Okay. Maar het dat blijft er wel bij. We zijn ondertussen alweer beneden. Ja. En papa is nu daar zo de ramen aan het doen. Kijk, daar staat hij hoor. En dan kan ik zo meteen, want dat is best wel zwaar. Dus zie, want hij is heel erg lang uitgepijst. Dat is best wel zwaar. Maar dan kan ik zo meteen de ramen hier doen. Want die liggen dan gewoon wat dichterbij en dan voelen ze niet uit te rekken als het goed is. En dan moest hier wel, want we hebben hier vier delen hebben we hem uitgereikt tot de helft, zodat er nog de helft erin zit. Want anders valt hij gewoon om, dus dan is het toch zwaar. Dus dat valt nu al wel mee hoe zwaar hij is, maar niet dat hij ombuigt. Dus ja, dat is eigenlijk dit. Dus nu nog even de ramen doen en dan het groene gedeelte. En dan, zo, dus wat nu aangeraakt is. En dan denk ik wel dat we naar de ramen toe kunnen. Ja, hey, we zijn zo mooi. Net voor de regen begint zijn we klaar. Het ziet er wel echt zo naar uit. Het wordt er wel wat donkerder, ja. Het is ook niet zo. Maar dan zijn tenminste de ramen even lekker schoon. Ja, niet dat het dan nog veel zin heeft. Oh, zo. Ja, hij werd opeens wat licht in de dag. Ja, we hebben daar vogelpoepie. Ja, die is weg. Zo. Maar als je wat korter zet, dan kun je gewoon bij het handvat beetpakken. Want het handvat zit aan het eind. Ja. Maar ik moet nu sowieso even lopen. Kijk, nou, je begrijpt dat het er niet. Ja. En dan bovenin rechts nog. Rechts. Ja. Ja. Ja, nu? Ja, ik denk het wel. Hop, tussen pontje, puntje. Nou, boven is dat gedaan. Nou, het ziet er al schoner uit. Ik heb geen idee of het spul goed is. Ja, het is nat. Ik heb geen idee of het spul goed is. Of nu gewoon alles wat erop zit, dat kan nu gewoon in één keer vanaf. Moet ik weer even overnemen van je? Nee. Nee? Oké. Okay. Ik moet nu alleen even naar de andere kant. We gaan daar verder. Ja, dat tussendingetje. Maar dit valt wel te doen, toch? Mm-hmm. Ja. Alleen nog even een oplossing zoeken hoe ik daar boven kom bij de panelen. Ja, dat, dat wordt nog een uitdaging. Op het dak staan. Ja, dat wordt nog eventjes. Want daar liggen ook nog 10 panelen. Dus dat moet ik ook nog even kijken hoe ik daarbij kom. Want ik deze 4 die zijn hier al gedaan. En een paar voor. Ja. Maar daar komen we ook niet overal bij. Nee. Want het dan echt heel zwaar wordt. Ik denk dat het wel goed ja? is. Ja, oké. Nou, leg het maar op de stoel. Zo. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb hem. Okay. Alright. Eigenlijk was het wel echt. Nou. Oh, mijn arm. Ja. Oh, hij is vast. Alright guys, nou we gaan vanmiddag even zien hoe het opdroogt. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Nu je opruimen. Ja. Nou, topper. Dat hebben wij volgens mij heel goed samen gedaan. Ja. Kom aan. Yes. Heel goed. Nou, dit ziet er lekker uit. Hé, hey, ja, zie ik een groen dopje mis daar. Ja. 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 Goed, hij moet toch nog even langskomen die jongen. Ik ga even de boel opruimen jongens. We gaan, hoe laat is het eigenlijk? Pak hem mee, Pierre. Wat is er? Pierre leeg. Pierre leeg?
Ja. Wanneer heb je hem opgeladen dan? Niet vannacht? Nee, niet vannacht, nee. Oh, ja, maar het is vannacht leeggegaan, dus. Ja, zo werkt. Ja, zo werkt dat. S'nachts opladen. Nee. Nee? Wanneer dan? Gewoon. Altijd? Nee. Oh, ook niet? Gewoon als die leeg is alleen. Oh. In de nacht moet je in slaap nemen. Oh, oké. Okay. Nou goed. Dus ik ga er wel even opruimen. Waarschijnlijk ergens om 3 uur wakker geworden of zo. Juist. Want dus is gestopt. Goed gesprek. Ja. Tot zo. Ja. Zo jongens, we zijn even de boel aan het opruimen. Dan hadden we nog onderhand even gebeld met de firma die dus dit spul had. Want we wilden eigenlijk deze gaan gebruiken. Voor de ramen. Voor de ramen, want die kan je dan zo erop zetten. Ja. Maar kijk zo. Ja. Zo past het. Ik zie het, ja. Ja, zo niet. Ja, dit past niet, hè? Dit past niet. Kijk, hier is dat naadje. Is gestikt. Is gestikt. Nou, en dan zegt, ben ik naar die mevrouw, zit die mevrouw, ja, dan kunt u daar heel makkelijk even een schaartje zitten en dan, ja, maar als je dit losknipt, dan gaat dat steeds verder los. En uiteindelijk is die gewoon helemaal open. Dan ligt die open, dat wil je ook niet. Dus, ja, en dan zegt ze, ja, er hebben al meer mensen over geklaagd. Ja. Nou, doe er wel wat aan. Hè, als je er toch al meer mensen hebt, ik bedoel, iedereen moet het zo, je betaalt een heel groot bedrag voor dit soort dingen. Het is een ramentrekkertje. Ja. Dus als je dan klachten hebt, doe er dan wat aan. Ja. Maar dat doen ze niet. Maar dat doen ze. Nou, nu gaat ze dus even zelf op. Ik denk dat ze zelf doorknipt. En uiteindelijk, nou goed, we gaan wel zien. Er wordt iets toegestuurd. Dus, maar een tip voor het bedrijf. Als je vaker klachten krijgt, doe er wat aan. Doe er wat aan. Maar goed. Want nu kunnen wij dit ding dus niet gebruiken. Nu even niet. We ruimen even op. En dan komt dat voor de volgende keer. En dan kunnen we even gaan lunchen. Is dat weer zover? Ja, het is denk ik al 12 of kwart voor 12 al. Echt waar? Heb je honger? Trek. Oh, je hebt trek. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb wel zin in noedels. Noedels? Noedels. Oké. Okay. Ja. Nou, en zo ben je met de ramen bezig. Ja. En we gaan toch een Turkje halen. Wat zeg je nou? Turk. Lekker, echt waar? Ja. Hoe kom je op het idee? Nou? Wat wil je eten? Noedels. Ja, dat is ook goed. Waar had jij zin in? Ja, Turk. Ja. Ja. Dus toen liepen we hier. Oké, okay, maar dan wil jij je noedels ook ruilen voor een Turk? Ja hoor. Oh ja, echt waar? Dat vind ik wel prima. Dat vind je dan goed? Ja hoor. Oké. Eet ik morgen noedels. Oh, oké. Okay. Ja, morgen moet ik gewoon weer werken. Ja, ik niet. Nee, daarom. Juist. Ik morgen heel even naar school. Heel even naar school. En ja, dan, om testen in te zien dat vandaag de cijfers online komen. Oh ja, vanmiddag de cijfers. Ah, kijk, zo heel 4 uur al. Goed. Ik vind het niet zo spannend hoor. Ja, dat wel. Nou, we gaan even een bestemmingje doen. Ja. Wat ga je nemen dan? Kapsalon. Oh, oké. Okay. Ja. Hoi. Zo. Let's go. Ja, bestelling gedaan. We gaan even hier kijken. We hadden begrepen dat hier borstels zijn voor de paarden. Maar waar moet je zijn? Dat is ook een goede vraag. Dat weet ik ook niet echt eigenlijk. Oké. Okay. Hier in ieder geval niet. Hier nog niet. Misschien even doorlopen naar een andere hoek. Er zijn borstels. Echt? Ja. Het heeft alles natuurlijk niet. Nou ja, zeeman is een zeeman toch? Nou. Hier, afdeling. Ik kom er echt nooit. Onderhoud, nee. Ik kom echt nooit in de zee. Ik heb nog nooit überhaupt in de zee. Ja, hier liggen borstels, nee. Nee, niet. Hier misschien, ook niet. Hier ligt ze, kijk. Oh ja. Precies, eens kijken. Ja, het zijn wel dezelfde. Ja, dat is wel wat harder. Ja. Maar het zijn wel prima. Zijn misschien zachter geworden in de tijd. Ja. Oh. Wat is het dan? IJskroontjes. Over ijskroontjes. Ik hou van ijskroontjes. Oh, okay. Niks nodig? Nee. Wat vind je doos? Chips? Doe jezelf? Niks? Ja, hier snoep. Oh, snoep. Alles? Ja. Ja. Sambal? Die grote zeker. Ik wilde zeggen, bij de ene kleine niet en bij de andere een beetje. Sambal. Sambal, ja. Ja, dat moet je ja, maar dat wilde ik zeggen, maar niet weg. Hij is weg. Hij komt weer terug. Bij de grote veel sambal, bij één kleine niet. Bij één kleine niet en bij één kleine een beetje. Ja, welke? Welke is de kip of de kip een beetje. Ja. Juist. Grote? De grote mag alles op. Dus groot is voor de grote man. Daar deze? De kip ook alles. Kijk,
Lekker weer. En de kalf alleen sla en komkommer. Alleen maar sla nog. En komkommer. En dan loop je weer buiten. Kijk, dat doet hij lekker. Ja. Maar bij hem zijn de postjes altijd lekker groot. Ja. Dus dat is wel een goed teken altijd. Dus nu gaan we zo naar huis toe. En gaan we lekker appie eten. En dan weet ik nog niet. Nee, die dan wel weer. Ja. Hallo. Zullen we nou nog hier bij hem? Ja, zo'n december. Oh ja. Die zouden we nog staan. Ja, dus die ga ik even doen. Dus misschien ben je wel heel rijk. Ja, dat kan. Ja, of niks. Ja, dat zal het wel meestal zijn. Prijs in. Oké. Nou, daar gaan we dan. Een 3. Kijk. Zo, wat een mooie 3, zeg. Ik ben benieuwd zo ver. Esther! Nou, ik ben er weggegaan, ik kan er allemaal niet meer aan. Dus hoeveel moet je er nog? Ik moet er nog 7. Maar, want? Je moet nog 1 nummertje voor? 200 euro. Oké. En wat nummer, welk model zoek je dan? Een band. Een? Band. Een band. Handschoen. Handschoen. 25. Zit hier niet in. We hebben wel niks. Oké. Okay. Een bel is 25. Hier hebben we nog helemaal geen geld. Nee. Nope. Dan nog een ster. Een 26. Die knoeien op het toetsenbord, hè? 27 is een bel. Nou, kans wordt steeds kleiner. Ja, klopt. 28, nog een bel. Ja. 28. Maar het is echt 1 op duizenden hebben ze elkaar het geluk. 28, 29, nog een bel. 29, 30. Dus, niks. Nope. Hebben we nog niet in de jaren. Nou, wat we wel kunnen doen is een keer vragen als je moeder boodschap gaat doen, even meenemen. Want misschien heb je iets over het hoofd gezien. Dan moeten ze alleen die codes scannen. Ja, kunnen ze dat niet gewoon meteen doen dan? Ja, dat kunnen ze ook gelijk doen, ja, dat klopt. Dan hoef je niet alles onder te zitten namelijk. Ja. Maar alles is wel open, dus ja. Winkans 1 op 2. Nou, ik heb nog nooit. Oh ja, ik heb 1 keer een nieuwe kaart gewonnen. Ja. Poep. Nou, ja, leuk. Ik hoor, hou op! Wat is er? Op 4 uur komen we zijn nog live op de test. Nou, je zullen het nou toch opstaan hoor? Nee, ik durf het niet. Ja, zou wel moeten. Ja, zijn we klaar voor? Ja hoor. Nee, ik durf het niet. Doe dan maar. 1, 2, login. Nee. Ja, ja. Staat het hier op? Staat erop. Staat erop? Oké. Okay. Staat erop. Oké, okay, ja, dan gaat hij. Oké. Ja, die had ik verwacht. Oké, ik wil eerst even weten of ik over ben. De rest moet je niet. Ja, ik ben over. Ja, ben je over? Even kijken, je mocht 2,5 staan, toch? Wacht, klopt dit? Wacht. Oké, ik heb een 6 voor Frans. Ja. Een 4 voor biologie. Oeh, ja. Oh. En Duits heb ik een onvoldoende, een 4,8. Okay. Maar het zijn allebei de toetsen die voor mijn gevoel slecht gingen. Okay. Aardrijkskunde een 8,1, wiskunde een 6,1, toppie. Nederlands een 7,4, topper. Engels een 6,7, lekker. Natuurkunde een 5,3. Okay. Maar dat is natuurkunde. Economie een 7, geschiedenis een 8,4. Lekker. En Frans nooit. Oh nee, dat is niet van de test, ik wou het zeggen. Dan sta ik nu. 2,5. Maar dat mocht. Je mocht 2,5 staan. Oké, en waar staat dan dat je niet over bent? Nee, ik ben gewoon over. Ja? Ja. Hoe weet je dat dan? Omdat je 2,5 mocht staan. Maar staat er niet bij van... Nee, dat staat er niet bij. Maar je mocht 2,5 staan. En ik sta 65 punten. Oké. Oh,
Ja, dus we krijgen geen telefoontje? Nou, dat hoop ik niet nu als het goed is. Als het goed is nu niet? Nee, als het goed is nu niet, nee. En ik sta nu voor aardrijkskunde en voor Nederlands een 8. Kijk, lekker. Voor wiskunde, Frans, geschiedenis sta ik een 7. En voor Engels en natuurkunde een 6. En een 5 voor Duits en... Ja, maar die liet je vallen toch al, nieuwjaar? Ja, en welke zeg ik maar een 5? Biologie, die laat ik niet vallen. Oké. Maar dat... Nou. Ik snap die bloedsomloop gewoon niet. Maar lekker wijfie. Oh. Van harte, schat. Jongen. Wat een lekker gevoel. Dat vond ik best wel eng, hoor. Ja. Hij was toch wel spannend. Ja, ik vond het toch best wel spannend, ja. Maar biologie en Duits gingen voor mijn gevoel echt heel slecht. Ja, maar dat zei je toen ook. Dat is dus ook ja. Een 4 en een 4,8. Ja. Nou, valt me nog mee. Misschien komt het iets slechter. Jawel, ik had 3. Oh. Dus het valt me nog mee. Maar ik heb gewoon voor het eerst in de geschiedenis. En wat heb ik voor Engels? Ja. Een 6,7. Voor het eerst in de geschiedenis heb ik een voldoende voor de test 7 Engels. Die hadden we nou net nodig. Oh, jongen. Staat er niks in de mail? Nee. Jij hebt wel mail? Ja, maar dat is niet belangrijk. 7, 7, 5, 7, 7, 8, 6, 5, 6, 8. Lekker wijfje. Even, biologie. Ja. Ja, het is gewoon goed. Oeh, waarom zit je in mijn teen? Ja, nu zit je vast, hè? Nou, goed gevoel. Jouw vakantie kan beginnen. Oh, dat vond ik echt heel eng. Topper. Yes. Yes. Lekker. Oké, we hebben het overleefd. Voor mijn gevoel dan. Ja. Tring. Ja, nee, dat nee. Dan neem ik echt niet meer op. Nee. Gaat niet gebeuren. Heb je mevrouw Brand? Nee. Ja. Nee. Ik wil even vertellen dat je nog een examentje moet doen. Ja, nee hoor. Grapjes. Dat gaan we niet doen. Maar ik ga niet nog een keer het examen hoor. Oh, oké. Nou, op zich... Zou het kunnen natuurlijk. Ik zou het kunnen doen. Op biologie. Die natuurkunde. Biologie. Want biologie sta ik nu precies een 5 voor. Ja, of Duits, want ik sta daar een 5,3 voor. Ja, Duits laat je vallen. Ja. Zo zou ik biologie kunnen doen. Als het nodig moet zijn. Ja, het is niet nodig. Dus ik weet niet of ik er dan zin in heb. Of ik er dan de motivatie voor heb om het dan weer helemaal opnieuw te leren. Oh, oké. De motivatie. En trouwens, en? Mag het wel? Nou ja, dat had ze toch voorgelezen, toch? Dat als het niet de moeite was of iets, was het toch niet... Even kijken hoor, biologie. Nee, het mag trouwens helemaal niet. Nee, ik wil zeggen... Ik mag het niet doen. Er was er iets mee. Nee, je moet heel het jaar voldoende hebben gestaan. Oh, ja. In de eerste periode stond ik een onvoldoende ervoor. Dus stond ik een 6 en nu sta ik een 5. Dus ik mag hem sowieso niet doen. Nee, er was iets mee, toch? Ik mag wel... Even kijken, mag ik Duits? Duits mag ik wel herkansen. Ja. Maar... Ik laat die toch vallen. Dus ik weet niet of ik het dan... Ah zo ja. Ja, nou eigenlijk Duits. Super toch. Nee, dat gaan we niet doen hoor. Dus ik weet niet echt of het heel veel zin heeft om Duits te doen dan. Oké. Okay. Omdat ik hem toch laat vallen. Nou, nogmaals, je hebt het goed gedaan toch maar. Ja. Yeah. Van harte. Van 2 naar 3. Woehoe. De spanning er nou weer een beetje af. Ja hoor. Ja. 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 Hé, hey, lekker hamstertje draaien. Ja. Lekker de spanning. Hè? Oh. In plaats van een kat. Ja, die hebben we ook. Ja. Nou, leuk. Nou, wat leuk. Kijk dan, ja. Ja. Nou, super wijfie. Ja. Gaan we deze neerzetten. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte.
geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!